away from the World Cup, let's take a look at the fans' interest, both here in Rio at the Fan Fest at the Copacabana Beach and back in the Netherlands, Roosendaal. Dutch fans mainly back home, Argentina fans mainly here because they've driven over in camper vans. They're parked outside Copacabana Beach using whichever vehicle they got them here as a temporary camping home, a tent. They're expecting their side to reach the World Cup final here at the Maracanã Stadium on Sunday. Although it looks like this match is going to extra time, possibly penalties as well. It's goalless and we're into added time at the end of the game. Almost equal possession, just 3 shots on target. The entire match compared. En niet alleen de grote steden, maar overal in het land staan grote televisieschermen waarop de wedstrijd te volgen is. Kijkt u even live mee met deze beelden. Dit is de markt in Roosendaal in Brabant. De oude markt, zoals de Roosendaalers het zelf noemen. En iedereen, ik zie allemaal gespannen koppies. Want ja, het is natuurlijk wachten op dat eerste doelpunt voor Nederland. En ondanks het slechte weer kijken toch nog aardig wat mensen hier naar de wedstrijd. Niet voor het eerst trouwens. Elke wedstrijd van Oranje was hier te volgen. En elke keer keken er zo'n 4000 mensen naar.